De Stichting Kruisen en Kapellen voert al vele jaren werkzaamheden uit ten behoud van het religieus erfgoed in Venraai. Vrijdagmorgen plaatsen zij een gerestaureerd kruis terug in Heide. Nou, vier mensen van de Stichting Kruisen en Kapellen hebben dat kruis, wat je hier op de achtergrond ziet, de afgelopen winter in onze werkplaats opgeknapt, geschilderd, een nieuw dakje erop enzovoort enzovoort. En zojuist hebben ze dat in de werkplaats opgehaald en hier teruggeplaatst, zodat de situatie weer is zoals die wat ons betreft hoort te wezen. Het streven is om jaarlijks op Goede Vrijdag een kruis terug te plaatsen. Nou, dat is voor de ouderen onder ons duidelijk. Goede Vrijdag is de dag dat onze Heer aan het kruis stierf. En aangezien wij kruisen en kapellen in de gaten houden en restaureren, is een dag als deze natuurlijk erg voor de hand liggend. Kun je wat vertellen over de geschiedenis van dit kruis wat hier staat? Ja, nou, dit kruis is gezet in 1935. Hier schuin achter mij stond een boerderij, die is verdwenen. Maar de familie die daar woonde, Van Meijl, die hadden kennelijk goed geboerd. Want toen ze naar Venraai gingen verhuizen, vonden ze dat een reden om dit kruis te zetten. En dat is dus vanaf 35, dat is 80, 90 jaar geleden. En we hebben het nog steeds en daar zijn we blij mee. De werkgroep bestaat uit 15 vrijwilligers, waarvan elk zijn eigen taak heeft. We hebben twee mensen bij de club die zich bezighouden met de bouwkundige status van de monumentjes. En die kijken dus van wat is er dringend aan onderhoud en wat is er minder dringend. Die hebben een lijst. En de mensen die zojuist het kruis hier gezet hebben, die kijken in onze werkplaats op die lijst van wat is de volgende. En dan zie ik het wel gebeuren. Het kruis is te zien op de hoek Heidseweg, Volen in Heide.